Je kunt heel weinig prijsgeven. Na 3 minuten weet je, oké, dat is de opdracht. Premier moet die president vermoorden, anders wordt zijn gezin vermoord, dat weet je. En daarna mag je eigenlijk niks meer weten. Daarom dat er bijvoorbeeld ook, ja, we hebben 52 dagen gedraaid, er is geen enkele journalist op de set geweest. Er zijn heel weinig bezoekers op de set geweest, omdat ja, elke scène verklapt iets cruciaals. En iets waarvan je toch niet wil dat het al ja, zijn weg vindt naar het internet of weet ik wat. Niet dat journalisten onbetrouwbaar zijn, hè? Helemaal niet. Dat is niet waar. Ik ben zelf enig geweest. Nee, maar ja, het is gewoon in dit geval. Het was altijd. Uiteindelijk, je hebt dat ook niet liever dan dat er belangstelling is voor je film. En dat het laatste nieuws komt en het nieuwsblad en de morgen en de standaard, waarom niet? Maar, je wilt die allemaal doen langskomen en het nieuws en het journaal. Maar tegelijk zie je dan in dat scenario en zeg je, ja, die scène niet, ja, die scène ook niet, die scène ook niet. Er gebeurt altijd iets waarvan je hoopt dat de kijker het nog niet weet voordat hij de film gaat zien. Doe nogal mysterieus. Spielberg doet dat ook altijd, hè, zo mysterieus. Daar houdt de vergelijking waarschijnlijk op. Maar in ieder geval, ja, misschien niet. Nee, dat is niet waar. Maar ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.